your marks. Baptiste Léger aan de leiding 50 meter, 27,91. Dat is echt wel 2,5 seconden ruim sneller dan 2 december. Hier heeft hij nu een voorsprong van 3 meter op zijn concurrentie deze laatste serie. Hier in baan 4 keert hij nu op 100 meter in 58,91. En dat is sneller dan zijn persoonlijk record, want hij zwom in Parijs. 2016 eindigde hij in 2201. Tweede positie voor Niek Heemhaar, baan 8. Zeg maar voor de DWK. De derde positie voor Patrick Delver, baan 2. Leger nu 1:30.77. Dan zet hij zo elke baan ongeveer 30 seconden. Dan zet hij er 30 seconden bij. Dan komt hij in de buurt van het persoonlijke record 2:02.01 in ieder geval. Nog 15 meter te gaan voor Baptiste in baan nummer 4. Hij gaat naar de muur en dan komt hij daar aan in een tijd van 2:02.39. Dat is mooi wat sneller dan Jelle Betten, die 2:07 had, verschil 5 seconden tussen de nummers 1 en 2 zo dadelijk in het eindklassement van deze series 200 meter rugslag. We wachten op de officiële uitslag van serie 2. En die verschijnt hier in beeld. En dan zometeen naar de summary, naar de 8 snelste die we vanavond terugzien in de finale. Daar verschijnen ze in beeld.